Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een nieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time kan je zoveel verschillende dingen doen. Dus waarom niet naar het event van Blended Flavors gaan? Vandaag is Shannon van Ammeren er. En zij gaat me alles vertellen over Blended Flavors. What we need is a little Q -time. Hi Shannon. Hi Jelena. Hoe gaat het met je? Goed, goed. En met jou? Yeah. Ja, ik kan het wel hebben. Ik zit in een mooie setting. Lekker knus, cute time met jou. Moet dat uh, moet goed gaan toch? Natuurlijk, dat leven wil ik hebben. Oké. Je hebt legit like, max 12 minuten de tijd om het te ervaren. Dus we gaan ervoor. We gaan ervoor. Yes. Blended flavors. Mm -hmm. Wat is dat? Oh, uh, nou, blended flavors is een one stop evenementen, bruiloften en feesten beurs. Mm. Yes, het is even een mond vol. Ja, processing it. <laughs> Nog een keer. <laughs> One Stop evenementen, bruiloften en feesten beurs. Oké. Okay. Yes, het is dus een beurs dat we organiseren op 6 en 7 april. Mm -hmm. en waarbij je alle producten en diensten die iemand kan aanbieden voor de evenementenbranche, dat je kan vinden op één locatie. Dat is heel veel, want er hoort heel veel bij het organiseren van welk evenement daar ook. Ja, correct. Zo, uh, we hadden een voorgesprek en je legde me uit, zeg, meestal denken mensen dat een evenement alleen hoort met muziek of, of wanneer iemand komt optreden, maar misschien kan je ook gewoon iets dieper erop ingaan, like wat men eigenlijk andere evenementen zou kunnen verstaan. Yes, um, nou een heel simpel voorbeeld is een evenement is een georganiseerd gebeuren met een x aantal mensen. Als het nou publiekelijk is of voor een privésfeer. Um, en daar kan je alles onder plaatsen. Sim, uh, een paar voorbeelden hiervan zijn... Begrafenis. Een begrafenis. We gaan is... die gewoon direct gewoon naar het einde van de rit. Hè? <laughs> <laughs> ja, ja, een begrafenis is een georganiseerd evenement. Dus de uitvaarddiensten horen ook daar te staan. Ook... Niet Tomato is het enige evenement bijna waar degene om wie het gaat legit niet <laughs> kan doen. <hè? laughs> Helemaal correct. Daarvoor heb je de uitvaarddiensten die het voor je kunnen doen. Snap je? Een baby shower is het begin van het leven. Ook daar um, heb je iemand als decorator nodig. Iemand die bijvoorbeeld ook spelletjes uitwerkt voor je babyshower. Die mensen mogen ook aanwezig zijn. Mm -hmm. Snap je? Voor je babyshower heb je ook een leuke taart nodig, een dessert table. Mm -hmm. Die mensen die bakken en ook opzetten, mogen ook aanwezig zijn. Aan het einde van je feest ga je ook opruimen. En soms ben je mooi heb jij geen zin om op te ruimen. Er zijn... nice, <laughs> Ga door, ga door, ga door. We zijn on de road. Ja, zo heb je dan ook bedrijven die voor je komen opruimen. En los van opruimen zijn er ook mensen die veel komen ophalen bij jou thuis. Dus al deze mensen horen daar aanwezig te zijn op de beurs. Um, entertainment. Voor entertainment heb je mensen die spoken word doen, die muziek afspelen. De DJ's, de drummers, gitaar, viool, noem maar op. Uh, mensen die comedy doen. Horen ook bij je evenement, mm -hmm. mogen ook aanwezig zijn. Zo heb je dan uh, een lijst met zeker 15 verschillende categorieën. Uh, van 15 verschillende sectoren die mm -hmm. binnen de evenementbranche vallen. Dat is heel veel. En terwijl je zo zit uit te leggen, bedenk ik me net. Vaak staan we er niet bij stil hoeveel er vooraf. Uh, gedaan wordt om een event op te zetten wat er tijdens het evenement gebeurt en ook gewoon erna en dat eigenlijk dat ook gewoon echt legit allemaal diensten zijn precies. die tot die sectoren behoren precies zo so, uh, jullie hebben het eigenlijk wel goed gezien en jullie gaan gewoon die dagen kiezen die twee mm -hmm. dagen gewoon om alles bij elkaar te gooien of ga jullie gewoon het like, in secties opsplitsen en ga ik door door de baby shower tunnel naar de, 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 de verjaardag tunnel naar de naar <laughs> de ...huwelijksgang en, en, en daar gewoon het feestzaal en dan... Nou, uh, uh. we hebben wel een plattegrond uitgewerkt. Uh -huh. Die is wel in uh, sectoren uitgedeeld, maar niet zoals hoe jij het uh -huh. uitlegde. Uh, we hebben uh -huh. een outdoor area. Uh -huh. We hebben de airco We hebben de food plaza, waar je alle eten en drinken gaat kunnen vinden. Uh -huh. En we hebben de pier. Ook gaan we een kidszone hebben, uh, waar ook bedrijven hun... Um, creativiteit kunnen uiten door een kids area op te zetten. Ja. Waar de kinderen ook zelf daar mogen gaan knutselen, spelen en bezig mogen zijn. Ja, yeah. nee, ik voel het helemaal. Ik, ik, ik weet gewoon al waar het is en ik heb, ik, ik heb uitgelegd <laughs> waar het is en ik weet waar het is. En het lijkt me gewoon een geweldige dag of geweld, twee geweldige dagen om naartoe te gaan. Ja, Want, ook gaan we, um, er gaat ook een area zijn waar transportbedrijven uh, mogen staan mm. en dan mogen ze ook hun auto's tentoonstellen. Mm. Dat je los dat je informatie gaat krijgen, dat je ook een mooie auto daar gaat kunnen zien. Een mooie limousine, een mooie Hummer, noem maar op. mooie <laughs> Nou, dat mag ook. Dat mag ook. Dat mag ook. <laughs> Neem, just, just, weet alle, alle evenementen bij elkaar. Ja, want als ik me niet vergis is er een uitvaartdienst die met een uh, Mercedes rondrijdt. Dus die mag ook daar gesteld so, worden. Basically moet ik nu hier uithalen dat als mensen nu zouden kijken en denken van, hé, hey, ik heb wel gewoon legit een service of een dienst of iets dat ik doe dat gewoon hoort in bijna... Elk van deze sector. Mm -hmm. Dan zou ik gewoon kunnen, mezelf kunnen opgeven. Ja, ja, precies. Ook bijvoorbeeld de digitale wereld. Mm -hmm. Mensen die zich met digital marketing bezighouden, mm -hmm. programming en noem maar op, mm -hmm. horen ook daar. Want uh, een training, een workshop of uh, hoe noem je dat? Uh, een cursus. Juist. Maar dus heb je die mensen die al die trainingen uitzetten, of de, de programma's maken, de presentatie geven, alle, alle... Digitale tools en juist. dingen die je nodig hebt om dat te doen, die kunnen dan ook gewoon daarbij aansluiten. Precies, precies. Um, dus om het ook makkelijker te maken voor de mensen hebben we een website. Mm -hmm. En dat is dus blendedflavors.com. Mm -hmm. En blendedflavors met een z op het einde. Mm -hmm. um, flavors. Juist. Mm -hmm. Er is een tabblad dat heet Exposante. Mm -hmm. Als je daarop gaat, ga je dan ook exposante profiel mm -hmm. zien. Daarop ga je dan alle bedrijfscategorieën vinden en ook de subsectoren die daaronder vallen. Mm -hmm. En dan kan je ook zo gaan lezen van, hé, hey, bied ik een dienst of een product aan dat daar thuis hoort? En geloof me, je gaat jezelf daarin terug kunnen vinden. Nee, hier hebben iedereen gedacht aan. Zo, so, als iemand nu thuis kijkt en zegt van, oké, okay, ik moet meedoen, dan ga ik direct naar de website of is er nog een andere plek waar ik me ook anders zou kunnen aanmelden? Hoeveel kost het? Uh, gewoon, mag ik gewoon komen? Ja, um, je kan ook via WhatsApp contact opnemen op het telefoonnummer 77 37089 mm -hmm. um, Dan krijg je dan een van ons te spreken en dan kunnen we alle informatie voor je sturen. En ook zo het registratieformulier. Zo niet kan je ook op de website het registratieformulier ook zelf invullen. Mm -hmm. Je kan ook daar de plattegrond bekijken waar je wil staan. Wat is de yes. deadline? Um, op dit moment hebben we het even breed gehouden. Uh, we hebben nog hier één datum geplaatst. In eerste instantie was het eigenlijk eind februari, begin maart. Maar we willen uh, de ondernemers de ruimte geven om zichzelf uh, financieel te settelen, om toch nog mee te kunnen doen. We willen niemand uh, zomaar in de kosten jagen. Want uh, we hebben acht verschillende pakketten die we aanbieden voor de beurs. Mm -hmm. En de prijzen variëren tussen 125, 125 US-dollar tot 100 tot 375 US dollar. Ja, het zijn acht verschillende pakketten en je kan ze ook nog ombouwen zelf. wil je een extra ruimte, wil je extra tafels, wil je extra stoelen, wil je een ruimte om dingen uit te stellen en een andere ruimte om informatie te delen of wil je een combi ruimte delen met iemand anders. Er zijn verschillende opties. Nee, jullie hebben eigenlijk al alles gedacht. Ja. Oh. Ja, we willen echt een platform creëren voor de, uh, voor de ondernemers om hun producten en diensten tentoon te stellen aan de samenleving. En ook dat de ondernemers onderling elkaar uh, gaan ondersteunen en gaan netwerken met elkaar. Want zo ook, op 6 april gaan we ook een fashion show organiseren voor onze Surinaamse fashion designers, modehuizen en boutiques. Girl, jullie hebben echt, 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 echt een alles gedacht. Ik word super enthousiast voor jullie. En ik denk mm -hmm. dat het een super geslaagd evenement gaat worden. Ja, ik hoop het ook. Mm -hmm. um, als ik ook kijk naar de reacties van mensen en ook hoe mensen die informatie verwerken van mm hé, -hmm. hey, ik bied daadwerkelijk een dienst mm -hmm. aan. Dus ik kan eigenlijk ook daar staan. Mm -hmm. Ja. En ze moeten dat ook gewoon doen. Nou Shannon, ik ben super blij dat je er was. Dankjewel. Dat je even me kon vertellen wat er allemaal gaat gebeuren. En uh, ik wil jullie alvast heel veel succes wensen. Dankjewel. Ik denk dat ik er nog zijn. No problem. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Shannon van Ammer van Eva Service Bureau bij ons in de studio. En zij organiseren op 6 en 7 april Blended Flavors. En bij Blended Flavors horen alle mensen, en alle bedrijven, iedereen die een dienst verleent, die zou horen of passen bij een evenement, zo gek als je maar kan bedenken. Die mag daaraan meedoen. Dus als jij thuis zit en hebt geluisterd en denkt van, hé, hey, ik bied de dienst aan. Ik zou graag mijn diensten willen tonen aan uh, het grote publiek, ga dan gewoon naar de website Blended Flavors. Ga naar de, de tab Exposanten. Daar zijn de categorieën. Zoek jouw categorie. Geef jezelf op en uh, doe gewoon gezellig mee. Bedankt voor het kijken. Nogmaals, en remember, your time plus my time is q time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.